Als het aan de Bredase fractievoorzitter van het CDA André Lips ligt, dan wordt de Bredase burgemeester Peter van der Velde de nieuwe korpsbeheerder van Midden- en West-Brabant. Hij zou de functie van de eerder deze maand vertrokken Tilburgse burgemeester Ruud Vreeman over moeten nemen. De Christendemocraat zei tijdens de begrotingsbehandeling 2010 donderdagmiddag dat Van der Velde een prominentere rol moet spelen in het veiligheidsbeleid. Van der Velde voelt daar niet zoveel voor. Volgens de Bredase burgervader wordt de korpsbeheerder geleverd door de grootste gemeente van Midden-Brabant. En dat is Tilburg. De nieuwe burgemeester Ivo Opstelten heeft bovendien een stevig veiligheidsprofiel en ik denk dat we goed op elkaar kunnen afstemmen, zegt Van der Velde. Hij verheugt zich op de samenwerking.